Nou, ik zou zeggen, ram op die knop. Ja, daar gaan we dan. Het is mijn eerste officiële momentje, dus nou. Ik zal even mijn vingers een beetje... Daar gaat hij, hè? Juist. 3, 2, 1... Deze hele week staat in het teken van de voedselbankenactie. Want er zijn steeds meer Gelderlanders die niet zonder de pakketten kunnen van de voedselbank. Nou, en de voedselbanken hebben het juist weer moeilijk om die pakketten te vullen met producten. En wij kunnen daarbij helpen. Dus kom in actie. Welkom bij Vaarschool De Juiste Koers. De koffie is klaar. Dat de kaas verdwijnt, is zo. Glazen potten bij de glazen potten. Dat blikt er maar uit, zo. Maar hoe heb jij je Harry nou zover gekregen dat hij dit gaat doen? Ik ben hem heel erg gaan plagen. Want hij had er zin in om het te doen. Hij riep het al bijna een jaar. Ja, nou, ik daar toch iets meer tijd voor heb. Gepensioneerd. Ja, nou ja, dan... Je wil toch van de straat afblijven. En als het goed is, dan zet ik het van de week weer in een palletcontainer. En dan kan het naar Bemmel. Als jij inzamelt voor de voedselbank, je mag het lokaal gebruiken. Maar het kan wel eens gebeuren dat je niks anders binnengehaald krijgt dan een pakje thee. Dat moet niet dan. Nee. Marit Berendsen van de Scouting in Apeldoorn. Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zamelen hier voedsel in voor de voedselbank. En we verkopen kerstbomen de hele dag. Waarom is het belangrijk om voedsel in te zamelen? Nou, omdat Scouting denk ik heel erg staat voor iets doen voor een ander. En ik denk dat het goed is dat we dat met de hele vereniging in ere houden. Hoeveel gaan jullie inzamelen? Er staan nu al 9 kratten, zoals je kan zien hier achter mij. Ik hoop dat we in ieder geval die 9 kratten helemaal vol krijgen. En dat er hopelijk nog veel meer binnen wordt gehaald. Ik kan niet helemaal inschatten, maar in ieder geval ben ik nu al heel blij met wat er staat. Hopla. Nou, komt u nou ook in actie? Meld het dan aan via onze speciale website. Namens alle voedselbanken in Gelderland, bedankt.